Die gaan flink schieten. Goedendag meneer. Let me... Oh ja, shit, we hebben hier zeegrijgen ambulance ter plaatse met spoed, toch een slachtoffer. Politie, uitstappen, handen omhoog, bij elke verdachte omwege wordt er geschoten. Die wordt gestolen, recht voor mijn neus. We schalen op naar een grip 1. Vanaf andere kant komen ook ambulances en brandweerauto's. Van een persoon in een voertuig wordt gezocht. Zulu vliegt erboven. Mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Ellis Pluval Amor. En vandaag ga ik op pad met Wim en met zijn tatoeages op zijn linkerarm. Al voor de mensen die dat nog niet wisten tot hij die had. En met de Touran 2011 die een beetje op de stoeprand staat, wat extreem slecht is voor de achterbanden. Goed, even voertuigcontrole. Stop, doet heel lang erover. Ja, daar komt hij eens. Ja, goed. Voor de rest, ja, het voertuig is een beetje anders. De grillflitsers, zo links en rechts van het Volkswagen logo, die zijn aangepast. De skin is een beetje aangepast. En de koplampen zijn aangepast, wat ik begreep, maar dat heb ik niet helemaal gezien. Die zijn aangepast door Wandertje. En de originele Touran is gemaakt door Team MH. De shout-out naar beide, Wandertje YouTube kanaal. Team MH is gewoon het, een mod groepje. Groep. En het kenteken is aangepast door mij. Wel de, met paint, heel mooi. Maar ja, dat is mooier dan het, vind ik mooier dan het kenteken die er nu op zit. Of die er origineel op zit. Laten we de straat op gaan. Ik weet niet wat de dienst gaat brengen. Lekker weertje, korte mouwen. Voor de rest geen bijzonderheden om de dienst mee te gaan beginnen. Alleen die motorrijder die er aankomt zonder helm. Door rood rijdt. Hier ook rood mee gaat pakken. En een stopteken voor mij gaat krijgen. Stop vooraan. Duurt even 5 seconden. Stop voor sedan. Blauw erbij. Stop voor mij. Mag ik maar even volgen. Hier is een heel mooi plekje waar ik hem zo zo kijk eens aan. Had hij nou wel of geen helm op? Ik denk het nee, niet, want dat heeft hij net aan opgezet toen hij daar stil stond, omdat ik hem al eerder een stopteken had gegeven. Hallo. Mag ik even een rijbewijs van u zien? Een motorrijbewijs. Even kijken. Goed. Moment, ik doe even wat controles. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 4, 6, echo, echo, kilo, 5, 7, 2. Een traffic violation. Meneer, van wie is de motor? Van Jessica, als ik hier staan, ben ik niet. Waar is de eigenaresse? Ja, dat kan ik hem niet vragen, dus we gaan ervan uit tot het allemaal in orde is. Maar goed, waar was uw helm? What the hell do you care? Oké, meneer. Oké, lekker vriendelijk. Heeft hij toevallig iets gedronken? Yeah, want some too. Heeft hij drugs gehad? Oké. U mag dus voor mij even blazen. Dus gewoon toeval tot ik vroeg of hij gedronken had. Ja, lekker zo zitten. Keurig. Blazen, blazen, blazen. Stopt u maar. Goed zo. U mag voor mij afstappen. U bent aangehouden voor rijden onder invloed. Niet tot antwoorden verplicht. Recht op een advocaat. Daarbij komt ook het rijden zonder helm. En de motor die gaan we in ieder geval even meenemen. Want ja, daar, voordat die verder mag rijden moet er het een en ander mee gebeuren. Zoals een verzekering. Etcetera. Of verzekering was er? Was er nou no insurance of no registration? Ik geloof insurance. Dus hij is niet verzekerd. 12:05, ik ben onderweg. Hallo busje. Doet, doet, doet. Hallo. Yes. Je mag bij mijn collega instappen. Goed zo. Fijne dag verder. Piep. Zo. Doei. Oh. Dispatch calling unit 1 Lincoln 18. We have a robbery in Little Seoul. Attention all units. Citizens reporting a carjacking on a Milton Parkway. Oh, overval, voorrang. Jullie mogen mij vertellen wat jullie hadden gedaan. Die vrachtwagen achtervolgen,
daar recht voor mijn neus gestolen werd. Of richting overval met wapens. Laat maar in de reactie weten wat jullie hadden gedaan. Sneller gaat eruit, links vrij en gassen. Sneller gaat eruit, rechts vrij en gassen. Niet goed licht sowieso. Snelheid hoeft er hier niet uit, want we hebben groen licht hier ook niet. We gaan even rechtdoor. Zo! Oké, OC, dat gaat een flink hier worden. Een collega vraagt om een assistentie. Stoppen! Stoppen! Rijd alsjeblieft prio 1. Oké, ze komen op mij af. Ik moet dekking zoeken, want die gaan flink schieten. Collega's, denk aan de veiligheid. Oké, we zijn achtervolging. Meerdere gewapende personen in een grijze Mercedes Sprinter. Draaien weer om. Komen op mij afgereden. Dekking zoeken. Ah shit man, je bent echt... Let op met de pompen jongens, let op hoor. We gaan er een paar gaan lopen, staan blijven. Nog één. Staan blijven. Laden. Stoppen nu. Handen laten zien. We worden nog steeds beschoten ook door anderen. Liggen. Lik. Verdomme. Ik kan er niet gaan schieten. LSPD, don't make me shoot you. Heel snel liggen nu. Zo, je bent aangehouden. We zijn flink geraakt. Nog steeds. Goed. Op je knieën. Ik kom een transportje voor jou. Een collega vraagt om een assistentie. Even een situatie jongens, we hebben hier nog iemand die er vandoor gaat, mogelijk te voet. 12.05, ik ben onderweg. Dat is voor. Oké, dat transportbusje moet even heel snel komen. Ik rij wel even naar hem toe. Neem hem mee. We hebben nog één verdachte dus. Die er... vandoor gaat. Als het goed is, als ik heel goed zou kijken, zou ik hem hier kunnen zien, maar ik zie hem niet. Even kijken of mijn Touran het nog gaat overleven. Ja, denk ik de voet er vandoor. Ja. Wapen erbij. Aan laten zien. Oké, die is uitschakeld. Goed. Ja, dat gaan we nog even uitleggen aan de baas hoe het komt dat die door mijn voertuig is overleden. Die hebben we dus aangereden. Goed. Rustig blijven. Hier gaat een ambulance naartoe laten komen. Ook boefjes die worden nog gewoon geholpen. Krijgen gewoon dezelfde medische hulp als brave burgers. En dan gaan we even terug naar het tankstation. En dan gaan we kijken hoe het daarvoor staat. Of daar nog een ambu nodig is, of daar nog iets moet gebeuren. Aangifte opnemen. Gewonden zullen er vast wel zijn, vrees ik. En de schade even opmeten. Daar is de ambu toch, kijk eens aan. Heel veel plezier ermee, er komt zo meteen een politie-eenheid hier naartoe, die ga ik even laten komen. En die gaat met jullie meerijden richting ziekenhuis. Oh, jij wil mij natuurlijk gewoon nog even... 12.05, ik ben onderweg. Ja, het is een klein schotwond hoor, op de hand zie ik al. No way, inderdaad. Yes, thanks big. Hey, super. We waren in de hand geraakt. Nou, de collega die gaat meerijden met de ambu en hier het gebied veiligstellen. Wij gaan nog even richting... richting tankstation. En dat is hier rechtsop geloof ik. Ja. En dan
een oversteek en dan zijn we er. Groen licht, keurig. Eens kijken of hier nog wat staat. Ja, het busje nog. Het busje gaan we af laten slepen of dat... ik had goed de achterband daar, was ik inderdaad aan het schieten. Even kijken, zit er nog iemand in het busje? Dat niet. Deze melding is ten einde. Goed werk. De patiënt of die wat ik aanreed, heeft het overleefd? Let me know if you need anything. Goedendag meneer. Let me... Oh ja, shit, we hebben hier zeeruimambulance ter plaatse met spoed, toch een slachtoffer van, het, van de overval hier binnen. De ander is vooral geschrokken. Goed heren, laten we even ruimte maken, kom even mee. Ja, dat snap ik. Gaat u even hier staan? Blijft u even hier wachten met uw collega? U ook meneer, mag de handen omlaag doen, de armen omlaag. Het is allemaal weer... veilig. Goed. Pak hier even wat te drinken, wat koffie. Ga even naar de wc als het moet. Mijn collega of iemand van de recherche of weet ik veel wie komt zo meteen bij jullie. Ik zal even verklaringen gaan opnemen. Van nu gaan wij even kijken hoe het met de collega van u gaat. Blijf hier even wachten. En hoe het met Touran gaat, want die was ook beschoten. 1, 2, 3, 4, 5. Vijf kogelgaten. Voor de rest niks. Zes. Ik keur hem goed. Niet ja, we waren wel geraakt, moet ik toegeven. En ook flink best wel. Maar ja, dat. Zit in een reanimatiesetting. Tweede ambulance gaan hun allemaal regelen. Dat kan ik zelf niet doen. We gaan even kijken hoe en wat. En dan zijn we, gaan we ons vrij melden. We didn't get here in time. Nee. Persoon is overleden. Dus degene die we hebben kunnen krijgen. Dus aangehouden bedoel ik daarmee. Die gaat morgen erbij krijgen. En dan gaan we daarna endcallen doen. Want dat is nu echt mooi geweest. We hebben alles gedaan. Iedereen geholpen. Iedereen ook verhoord. Dat soort dingen. Dan gaat het team van de lijkschouwers het hier oplossen. En dan gaan wij door, kijken wat de dienst ons nog verder gaat brengen. Maar groter dan dit zal het waarschijnlijk niet worden. Links komt een auto. Ik heb potverdomme honger. Dat zal ik je toch zeggen. Het is 5:30. Wel een zaterdag voor mij. En ik heb honger. Dus ik ga zo lekker eten. Een paar chipjes pakken of zo. 12-01 net heeft 12-01 gegeven door. Oké. Yes, incident involving shots fired. Een persoon in een auto, ANPR camera's slaan erop aan. Wordt gezocht. Zou laatst iemand hebben neergeschoten of in ieder geval... zijn betrokken bij een schietpartij, moet ik het even goed zeggen voordat ik het dramatischer maak dan dat het is. Geen tijd voor de zware vesten en dat heb ik laatst al uitgelegd. Als ik met de korte mouwen speel en ik doe een zwaar vest aan, ja dan verdwijnen de tatoeages. En dat vind ik een beetje onrealistisch. 12-01 dit is hem, wordt zenuwachtig. Stop voor sedan, blauw sedan. Goed, we hebben hem. Hier voor mij staan. We bevestigen het even door middel van kentekencheck. We gaan iets naar achteren. En we gaan eenheidjes erbij vragen. Want we gaan in het BTGV procedure. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 4, 6, echo, echo, kilo, 5, nee, ik wil hem. Nee, hallo, 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 hallo. Blijf even staan. Goed, hij is weer tot stilstand gekomen. 12-01-13, 12-01-0. Status is voor nu nog goed. Ik laat even het verkeer doorrijden. Goed, oké.
Politie, uitstappen, handen omhoog, bij elke verdachte omwege wordt er geschoten. Handen laten zien, zeg ik. Agent. Stoppen. Nogmaals, en er wordt nog een keer geschoten liggen, zeg ik. Ja, maar potverdomme. Oké, we kunnen niet meer richten. OC, BTGV mislukt, verdachte gaat er vandoor. Wordt bijna aangereden liggen, zeg ik. Goed. Ja, maar... Ik hoef het je dingen nu niet meer te zeggen, hè, vriend. Goed. Ik wil je echt slaan nu, maar goed. Het is omdat ik tegen hem opliep tot hij opstond van wat doe je. Dat is eigenlijk normaal, want als ik dan schoot, dan had ik hem een klap verkocht met mijn vuurwapen en dan was hij dood geweest. Kijk, daar komen hun weer. Hè. Ik vind dat zo mooi. Ja, als je die op hebt geroepen, daarna dan zie je die overal langs scheuren met volle snelheid. OC 1 vandaag daar. Er zijn geen eenheden meer nodig. Ik ga het transportje ervoor en dan zijn we weer inzetbaar. Mooie Volvo. Get in the car and behave. Hier zo. You idiot. Goed zo. Even hier om de vrachtwagen draaien om deze meneer. En dan eens kijken wat er hier weer allemaal los is in de parkeergarage. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens? Oh, kijk eens aan. We've got a person stealing a car in Little. Die wordt gestolen recht voor mijn neus. Hoi. Uitstappen. Stoppen. Ik ben aangehouden voor diefstal van een voertuig, niet door antwoord verplicht, berecht om een advocaat. Ik ga naar het bureau. Het voertuig dat, ja, dat zullen we even laten rechttakelen hier. Heeft u een ID-kaart bij? Het gaat vermoedelijk om te geven, maar als u ongeveer zegt waar die zit, dan pak ik hem even dan u wil. Dat is verhoord. Goed. En heeft u voorwerpen bij die u niet bij mag hebben, wat ik zover kan zien? Niet. Ik ga haar niet fouilleren, want dat is geloof ik niet toegestaan om een vrouw te fouilleren als je een man bent. Ook al heb ik dat al vaak genoeg gedaan. Sorry daarvoor dan. Maar nu ik het besef, ik geloof alleen vrouwelijke collega's vrouwen mogen fouilleren. Maar misschien is dat ook niet zo hoor. Ja maar, dus ik denk het kan. Eén collega vraagt om assistentie. Dus ik dacht, het kan niet erger worden dan de overval. Stort er maar een helikopter neer. Prio 1 onderweg, C. Nou, de 12-1, dat zijn wij, gaat naar een helikoptercrash. Oké, keurig. Even over de stoep. Hoppa, zo. Volle snelheid daar naartoe. Linksaf, linksaf, groen licht. Iedereen stopt, keurig. Rechtsaf, ja. Toppie jongens, iedereen werkt lekker mee. Ja hoor. Godverdomme, hé. Dat is toch veel te hard, mensen. Daar moeten we iets aan gaan doen. Oké, C, snelle sit-trap. Eén persoon ligt ernaast. Lijkt een MT-piloot. Brandweerambu te plaatsen. Ik ga de weg hier even vrijmaken dat ze goed langs kunnen rijden. Politie-eenheden te plaatsen. We schalen op naar een grip 1. Vanaf andere kant komen ook ambulances en brandweerauto's. Ja, ambulance knalt nog even lekker tegen de helikopter aan. En de brandweerauto doet precies hetzelfde. Hallo. Graag 5 chips zakjes. Nee, grap. Heeft u iets gezien? Heeft u toevallig... Nou goed, heeft u iets gezien? Ja, een helikopter neer. Wat een domme vraag van mij. Zo. Oké, mag ik al in de buurt? Ik ga niet in de buurt komen. Als we groen hadden, had ik groen aangezet, maar we hebben geen groen, dus sorry. Wij waren als eerste ter plaatse. Dat hebben jullie goed gezien. De persoon heeft het niet overleefd, de piloot. Dat betekent dat ik een begrafenis onder me... Ah jongens, wat zijn we toch allemaal pannenkoekjes. En wij gaan hier niet vrijgeven voor andere, voor de collega's. Die mogen vertrekken. Wie schiet op wie? Waarom schieten we op deze meneer?
Waarom valt mijn collega hier nou opeens dood neer? Ah, oké. Okay. Hallo, rustig. Ik loop hier. Rustig. Ja. Oh, een poes. Aaien. Nee, geentje. Ik vind katten wel leuk. Ik heb zelf ook twee. Foto. Jeez. Oh, ik sta aan de verkeerde kant. Met de kat. Miauw. Zeg het ze. Oké, wij gaan heel snel door. Jongen, wat een drukte. Niet zo schieten jongens. We gaan hier snel weg en we krijgen meteen een nieuwe melding. Van een persoon in een voertuig wordt gezocht. Zulu vliegt erboven. Ja, Zulu vliegt erboven daar zo. Even kijken waar de Zulu heen gaat. Dat betekent dat de persoon hier zo meteen van links gaat komen. Want die vliegt geloof ik recht boven mij. En dat zal deze hier zijn. Want dit voertuig valt mij gewoon op. En ik weet... 2010, we hebben zicht op de verdachte. Oké, gaat er vandoor. OC achtervolgendje. Gaat helemaal goed komen. Rijdt alsjeblieft prio 1. Uitstappen. Hand laten zien en liggen. Goed zo. Bij elke verdachte beweging wordt er geschoten. Ik hoop dat je dat begrijpt. Goed zo. Ik ben aangehouden. Niet te antwoorden verplicht. En een voertuig is bij deze in beslag genomen. Bericht voor alle wagen. Een bericht voor alle wagen. Zij alles veilig hier, alles veilig. Deze melding is ten einde. Wel. Goed werk. Zo. Er zijn geen eenheden meer nodig. De Zulu. A380 daar zo van... Air France geloof ik. Emirates. Oké. Goed mensen. Ik... extreem drukke dienst. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. We zetten onze Touran hier neer. En wij gaan de dienst beëindigen. En het filmpje dus. Nee, gaan we niet meer heen. Dus shout-out naar Wandertje voor de Touran, voor de aanpassing van de Touran. En shout-out voor Team MH voor de Touran zelf. Wandertje heeft natuurlijk ook deze telefoon gemaakt. Mocht jullie nog niet doorhebben met de Nederlandse politie-app. Zoals dat voor de agenten. Zo ziet dat uit voor de agenten ongeveer. Dus shout-out naar hem voor beide dingen. En voor nog wel meer dingen in mijn game. Maar dat, ja, dat is van alles en nog wat. In ieder geval. Niks anders eraan toe te voegen. Dus tot over 2 dagen weer. Doei. Zo, daar ging mijn stem lekker. Doei.